Johnny Pognet en met name Theo Eggens het tegen routiniers als Geboers, Velkeniers en Rinaldi opnemen. Bovendien was daar het nieuwe talent uit Amerika, Jim Gibson. Maar John Henson trok zich er na de start van de eerste manche niets van aan. Hij zou laten zien dat er met hem rekening te houden is gedurende dit seizoen 1983. John Henson met nummer 16, kopstart. Hij wordt achtervolgd door Pekka Vekkonen, zeg maar een teamgenoot, de Fin. Erik Geboers, de regerend wereldkampioen. Michele Rinaldi, de Italiaan. Mark Velkeniers. En dan op een zesde plaats Johnny Pognet. Zeker niet minder knap. 67, dan maar ja, Erik Geboers. Het zijn sterke schouders die de wilde van een koppositie zeker in de eerste manche kunnen dragen. En Pekka Vekkonen neemt over van Henson. Inmiddels is ook Geboers in de buurt, u zag dat, met nummer 1. Michele Rinaldi met nummer 3 en bekijken of de rug van John Henson, de nummer 17. De jacht. De jacht van Vekkonen om ruimte te nemen. Pas 19 jaar oud is deze Fin. Overigens, John Henson is ook niet veel ouder dan 19. Maar hij voelde de adem van Erik Geboers, de man die vorig jaar wereldkampioen werd, heel duidelijk in de nek. Heel zwaar trouwens, dat circuit in West. Grote gaten die de heren er met die fraaie mono-achterveringen zelf inrijden. En dan heel zwaar zand en dat vergt nogal wat van je conditie. Pognet, dat is hem. Hij kon heel knap bijblijven in die eerste match. Vekkonen, die Geboers. De beide heren die de dienst in de eerste manche zouden uitmaken, maar toch heel angstig waren voor de opkomst van Jim Gibson. Diamond Jim, zoals hij in Amerika genoemd werd, omdat hij daar al alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. Nu is hij naar Europa en met zo'n reputatie. Vekkonen en Geboers. En dan is het gebeurd. Erik Geboers. Hij pakt lenig als een balletdanser de kop. En zou dat gedurende de rest van die eerste manche zo houden. Onvoorstelbaar veel kracht, maar het kan ook niet anders als je bijna 10 uur per dag met motocross bezig bent. Zoals deze Geboers, de jongere broer van routinier Sylvain. En Erik, je laat er geen gras over groeien. Veel krachttraining. Want je hebt wat nodig om twee manches van 40 minuten door deze ellende te rijden. Moordend voor de motorfiets, maar ook moordend voor jezelf. Daar is Henson. Teruggewezen naar een vierde plaats op dat moment. Niet minder knap overigens. Op eenzame hoogte, want Theo Eggens was gevallen. Er reden zo'n man of 6 over hem heen. En dat betekent dat hij voortijdig in die eerste manche moest opgeven. Michele Rinaldi, de Italiaan, nummer 3, want hij was vorig jaar derde in de stand om het wereldkampioenschap, op jacht naar Henson. Dat is ergens. Verbeten bezig aan een inhaalstrijd, maar zoals gezegd, hij zou opgeven. Pognet, hij gaf niet op. Met in zijn spoor Jim Gibson, en dat is hem dan, die Amerikaan. Hij is net zo groot als Erik Geboers, dus een heel klein mannetje. Maar er zit ongelooflijk veel spierkracht in dat lichaam. En hij bewijst wel dat hij niet alleen op de zogenaamde harde banen mee uit de voeten kan. Gibson, inmiddels voorbij Pognet. Dat levert hem een vijfde plaats op. Dat weten we niet. En dat gaat dan weer ten goede komen van Jim Gibson en onze John. Dat is hem, Diamond Jim. Nummer 5 uit het oog verloren. 22 jaar oud. Terwijl Mark Velkeniers in de problemen is geraakt. Heeft zijn bril maar vast afgezet. Dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van je netvlies. En dat betekent dat je dan plaatsen moet inleveren. Henson, sterk rijdend. Duidelijk een diepe indruk achterlatend vandaag. Bij alle mensen die het kunnen weten. Samen met Michele Rinaldi. Henson.
Hansen op een vierde, Rinaldi op een vijfde plaats. En dat is Vekkonen, die komt even aan de pits om een schone bril te halen. Wel verstandig, hij kon het ook, want hij had op dat moment maar liefst zo'n 14 seconden voorsprong op de man op de derde plaats. En dan bijna er even af. Erik Geboers, aan de leiding, dan verlies je wel eens wat concentratie. Zeker als je goed moet speuren naar de harde lijn. Hij kon die eerste manche even wel in een overwinning overzetten. Voor Pekka Vekkonen en voor Jim Gibson, die achteruit het veld toch naar een knappe derde positie reed. Dat is Geboers, onbedreigd. Voor Vekkonen, Gibson, Hansen op een vierde plaats in die eerste manche, en dat was heel knap. Vijfde Rinaldi. Johnny Peigneux wordt tenslotte tiende in die eerste manche. Op zich een hele goede prestatie als hij een aanmerking neemt met wat voor materiaal en inzet Peigneux aan de slag gekomen is. Daar is Hansen, terecht zielsgeluk. Ja, en dan rust er een zware druk op je schouders, want dat betekent dat je in de tweede manche zo moet gaan presteren. De tweede manche die eigenlijk een beetje een herhaling werd van de eerste. Met als verschil dat Vekkonen na twee ronden letterlijk terugviel naar een lage klassering. John Hansen, hij excelleerde weer door niet alleen kopstart te pakken. U zag dat hier gebeuren, nu nog in het gevecht met Vekkonen. Maar ook een paar ronden lang de kop te houden. Ja, en dan gebeurde het onvermijdelijke. Dan komt ineens Erik Geboers en laat zien dat hij eigenlijk de enige is die verschrikkelijk hard uit de voeten kan in die klasse 125cc. Dat hij van wereldklasse is en hij zou dan ook de rest van deze tweede manche leiden. Vekkonen hier nog aan kop voor Johnny Hansen. De beide heren 19 jaar en daar gaat Vekkonen. De motorfiets een kleine 100 kilo op de rug. Maar gelukkig gaat het niet met een grote snelheid. Dat betekent evenwel dat Vekkonen uitgeschakeld is voor een goede klassering in die tweede manche. Het kwam Hansen ten goede. John Hansen die hier gepasseerd gaat worden door Erik Geboers. Geboers een absolute klasse apart. En hij zal dat zeker ook gedurende de rest van dit wereldkampioenschap. Er zijn tenslotte nog 11 complete wedstrijden van twee manches van 40 minuten te gaan. Hij zal dat zeker in de rest van dat kampioenschap laten zien. Erikje Geboers. Een totaaloverwinning was zijn deel. Jim Gibson werd uiteindelijk tweede met zijn Yamaha. Derde Rinaldi. Op een vierde plaats Hansen, heel erg knap op zijn Yamaha. En de Italiaan Maddi op een Gilera werd vijfde.